Breda Nu. Je weet het meteen. Ieder jaar organiseert de gemeente Breda een nieuwjaarsborrel. Dit jaar vond de borrel plaats in de Grote Kerk. Het ziet er al gezellig uit. Ja, het is ook gezellig. Het is ook gezellig. Het is, ik kom nu voor het tweede jaar hier in Breda. Ja? Extra voor de nieuwjaarsreceptie. Ik ken de burgemeester van vroeger, van Heerlen, waar hij ook burgemeester is geweest. En ja, de sfeer is in Breda geweldig. De uitdaging voor 2017 is durf te blijven dromen. Ambities te blijven houden voor de stad. Laten we een voorbeeld nemen aan datgene wat hier al die ondernemers laten zien. Succesvol. Authentiek, hebben ooit een droom gehad en die maken die nu waar. Nou, laten we ervoor zorgen dat we als Breda authentiek zijn, dromen hebben en die waarmaken. En als je denkt, het kan allemaal niet gebeuren, kijk naar ons station. Ook dat begon ooit met een droom en het is nou een plek waar iedereen zegt, jee, wat mooi. Heeft u nog wensen voor 2017? Oh ja, natuurlijk heb ik wensen. Zeker voor onze stad. Ik hoop dat het een prachtig jaar mag worden voor de hele stad. Een sprankelend jaar. Dat we veel gaan doen aan cultuur en dat we heel veel verbindingen leggen en dat we het idee van Breda Schakelstad waar gaan maken met z'n allen. Klinkt op uw jaar. Proost, hè? Proost. Ik heb gehoord dat u vandaag hard moet werken om alle gasten van hapjes te voorzien, maar ik zie nog niks. Ik heb net met bladen rondgelopen en dat vind ik erg leuk om te doen, want dan kom je heel veel mensen te spreken. En, toen werd er gezegd van nou kom je zo nog even wat drinken om even bij te praten. Breda Nu. Je weet het meteen.